Hallo en welkom. Vandaag wil ik je vragen om even met mij op de pauzeknop te drukken. We hebben allemaal drukke levens en het, er gaat nog een heleboel moeten gebeuren deze week. En ik wil ook nadenken over wat we straks gaan eten of met wie dat we straks gaan afspreken. Maar laten we eventjes nu afspreken met God en zijn woord. Hij kan ons vandaag helpen, dus laten we even samen zien uh, hoe dat kan. En als je, je Bijbel bij hebt, dan mag je die al openslaan in Marcus hoofdstuk 5, want we gaan eigenlijk vrij veel lezen uit Gods Woord vandaag. Ik hoorde onlangs een verhaal over een man die voor zijn werk aan het reizen was. En de man was na een lange vlucht aangekomen aan de luchthaven. En hij moest een taxi nemen om naar zijn hotel te komen. En dus had hij, hij had honger, dus dacht hij, ik vraag wel aan de taxichauffeur um, een goede plaats, een goede restaurant, om, om, waar dat ik zou kunnen gaan eten in de stad. En dus toen ze aan het rijden was, leunde de man naar voren en hij tikte de, de chauffeur eventjes op zijn schouder. En de chauffeur reageerde met een gil en trok zo hard aan het stuur dat de taxi over de berm vloog, uh, twee rijvakken doorkruiste van tegenliggende auto's en hij kwam stil te staan uh, op de stoep aan de overkant, net voor het gebouw. En voor enkele seconden kon je enkel het geluid van de twee snel kloppende harten horen van die mannen in de auto. En de man zei, de chauffeur zei, uh, of de man zei, ik wou u niet doen verschieten. Sorry dat ik u op uw schouder tikte. En de chauffeur zei, dit, dit is mijn eerste dag als taxichauffeur. De vorige twintig jaar was ik Chauffeur voor een lijkenwagen. En dit is mij nooit eerder overkomen. Het punt van het verhaal is dat we allemaal begrijpen dat dingen die dood zijn ook dood blijven. Wij zitten in een serie van lessen waar we kijken naar momenten in de Bijbel wanneer er aan Jezus getwijfeld wordt. Wij twijfelen niet of dat hij echt heeft bestaan, maar soms stellen wij vragen over de ongelooflijke dingen die hij zegt. Wanneer de dood ook ter sprake komt in de Bijbel, waren er mensen die zelfs moesten lachen met hetgeen dat Jezus zei. Wat wij gaan doen vandaag is even praten over de dood. En dit is niet een thema dat wij veel bespreken in het algemeen. We hebben onlangs afscheid moeten nemen van, uh, van Nita, een pracht van een dame die veel te vroeg is heengegaan na een strijd met kanker. En dat is een gedachte dat we niet lang in de ogen willen kijken. Het is pijnlijk. Het is moeilijk om afscheid te nemen. Uh, maar we zouden meer tijd moeten besteden aan gesprekken over de dood. Want het is een onderdeel van ons leven. Het is ook iets dat um, met iedereen te maken heeft. En de Bijbel zegt verrassend veel over de dood. Bijvoorbeeld in Romeinen hoofdstuk 5, vers 12. Een beetje later dan Marcus, blader een beetje door. Door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. En zo is de dood voor ieder mens gekomen, want ieder mens heeft gezonden. Pff, ja, mai. Heftige thema vandaag, Luc. Niet zo leuk om over te praten, maar het is wel iets dat we allemaal gemeen hebben. Het is iets dat we allemaal kennen, maar liever niet willen bespreken. Zelfs al heeft het nieuws voor ons elke dag, dit voorbije jaar, ons eraan herinnerd hoeveel doden er zijn geweest, elke dag als gevolg van de coronacrisis, willen wij veel liever van onderwerp veranderen. In Marcus 5 vanaf vers 21 komen wij iemand tegen die dit onderwerp ook liever zo lang mogelijk zou willen uitstellen. Lees even mee. Marcus 5 vanaf vers 21 tot en met 23. Toen Jezus weer met de boot was overgestoken, verzamelde er zich een grote menigte bij hem en hij bleef aan het meer. Een van de leiders van de synagoge, die Jairus heette, kwam naar hem toe. En toen hij Jezus zag, viel hij aan zijn voeten neer. Hij smeekte hem dringend: Mijn dochter ligt op sterven. Kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft. Dit verhaal in de Bijbel komt op een, een bepaald moment in Jezus zijn bediening, in, in zijn werk. Het is een heel druk moment. En op dit moment heeft Jezus genoeg dingen gezegd dat de Joden niet zo leuk vinden, de leiders van de synagoge helemaal niet akkoord zijn, waarmee dat ze niet akkoord zijn, um, waardoor dat Jezus niet meer op bezoek mag komen in de synagoge. Hij heeft de Joodse leiderschap genoeg beledigd dat Jezus niet echt welkom meer is. En dus wanneer dat Jairus, een leider van de synagoge, hier op een zeer openbare manier Jezus om hulp komt vragen, riskeert hij heel veel. Hij doet dit niet zomaar. Maar hij wil het doen, want een vader zijn is belangrijker voor hem dan een leider zijn. Voor hem was dit de laatste kans om zijn dochter te redden. Hij had waarschijnlijk al alle andere mogelijkheden uitgeprobeerd. En hij gaat ervan uit dat de dood het einde is. En dat is iets dat wij grotendeels ook voelen. In hoe dat wij kijken naar de dood. Dat is pas het ergste dat, we, dat ons kan overkomen, denken wij. En Jairus was ook um, iemand die dit begreep. Uh, hij was een welgestelde man. Hij, hij was waarschijnlijk gewend om dingen te kunnen kopen, om dingen te kunnen um, laten gebeuren. Um, maar zijn. De respect voor zijn status en zijn geld kon geen, kon geen leven kopen. En daarom komt hij radeloos naar Jezus toe met de vraag dat Jezus ervoor zorgt dat ze in leven blijft. Lees even verder met mij vanaf vers 24 in Marcus 5. Hij, Jezus, ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven, zonder dat ze ergens baat bij had gehad. Integendeel, ze was alleen maar achteruit gegaan. Ze had gehoord over Jezus en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan. Want ze dacht, als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze van de kwaal genezen was. Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg, wie heeft mijn kleren aangeraakt? Zijn leerlingen zeiden tegen hem: U ziet dat de menigte zich om u verdringt, en dan vraagt u: Wie heeft mij aangeraakt? Maar hij keek om zich om om te zien wie het gedaan had. De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen, omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer, en vertelde hem de hele waarheid. Toen zei hij tegen haar: uw geloof heeft u gered. Ga in vrede en wees genezen van uw kwaal. Kunnen wij ons even in de schoenen van die, die mevrouw plaatsen? Hoe was het om met zo'n kwaal zo lang te kunnen leven? Stel u voor, pijn voor twaalf jaar. Heb jij ooit zoveel pijn gehad op één dag? Twaalf uur misschien? Ja, misschien zoveel pijn, maar twaalf jaar. Zij was ook radeloos. Zij werd elke dag wakker met de pijn. Zij zit in een situatie waar ze alleen hoop heeft in een wonder en hoopt dat Jezus daarvoor kan zorgen voor haar. Ze wil geen aandacht, ze wil geen woorden, ze wil hem gewoon aanraken. En ze weet direct dat er iets helemaal anders is gebeurd. Ze weet dat de pijn weg is en ze mag even met de man praten die haar heeft genezen. Dit is de beste dag van haar leven. Maar wij zijn met het verhaal van Jairus, Jairus begonnen. En die is de traagste dag um, met de traagste dag van zijn leven bezig. Kan er nog iets tussen komen? Elke minuut dat Jezus niet bij zijn dochter is, is een minuut dichter bij haar dood. En ik kan mij voorstellen dat Jairus de prioriteit van Jezus in vraag stelt. We kunnen morgen toch terugkomen voor die vrouw. Vandaag moet je bij mij zijn. Die vrouw kan wachten, maar mijn dochter niet. Maar Jairus beseft niet dat dit uitstel een deur is tot iets beter. Ervaar jij ook in uw leven dat gevoel? Heb jij het gevoel dat jij in een, in een moment van uitstel leeft? Ben je zelf gehaast of moeten uw gebeden nu beantwoord worden? En heb je het gevoel dat God gewoon zijn antwoord aan het uitstellen is? Laten we even zien wat er voor nut het uitstel kan hebben in dit verhaal. Lees even verder, vanaf vers 35. Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: Uw dochter is gestorven. Waarom valt u de meester nog lastig? Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge, wees niet bang, maar blijf geloven. Wees niet bang. Jezus zegt, wees een beetje redelijk. Uh, Jairus zegt, ik ben een papa en ik moet mijn vrouw in de ogen kijken en tonen dat ik niet snel genoeg was om hulp te halen. Ik moet de pijn in haar ogen zien met het besef dat ze nooit meer een knuffel zal krijgen van haar dochter. Hoe is geloof nog mogelijk wanneer dat we te laat zijn? Hoe kan je niet bang zijn in deze situatie? En Jairus beseft niet wat er net gebeurd is. Een vrouw die twaalf jaren ziek is geweest, is weer heel, is weer genezen. En Jairus moet kiezen tussen de stemmen die hij hoort. En aan de ene kant hoort hij val de meester niet meer lastig. En aan de andere kant hoort hij wees niet bang, maar blijf geloven. Je kan maar één stem volgen. En wij hebben twijfel in die ene stem. En we vertrouwen de andere. Ervaar jij dat ook elke dag? Ik heb een stem in mij die dagelijks zegt, maar jong, val God daar niet mee lastig. Hij heeft belangrijkere dingen te doen. Mijn zonde, mijn fout, dat, dat moet ik zelf rechtzetten. Dat hoor ik dan. Maar Jezus, zijn, zijn stem komt duidelijk door in mijn zonde en mijn fout. En hij zegt: Wees niet bang, maar blijf geloven. Welke stem stemmen hoor jij? En welke stem ga jij vandaag volgen? Wat houdt ons tegen om Jezus te horen? Misschien is het onze zonde, of misschien is het onze. Slechte gewoontes, onze verslaving, de kwaadheid die wij meedragen of onze twijfel die groot is. En Jairus moet kiezen. Hij had kunnen zeggen, dank u meester, maar we zijn te laat. Of hij gaat met mee Jezus mee naar huis wandelen nadat hij heeft gehoord dat zijn dochter dood is. Waarom zou hij dat doen? Wat zou het uitmaken? Laten we verder lezen en zien wat het uitmaakt. Vers 37. Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jacobus en Johannes, de broer van Jacobus. Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. Hij ging naar binnen en zei tegen hen: Waarom maken jullie zo onmisbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt. Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: In onze taal betekent dat meisje, ik zeg je, sta op. Meteen stond het meisje op en begon het heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. Jezus had iets gezegd dat belachelijk was. De mensen vonden het grappig dat Jezus dacht dat ze maar aan het slapen was. Maar Jezus heeft gevraagd aan Jairus om de dood in vraag te stellen. En dat is een grote stap. Dat is een grote vraag. Om te geloven dat de dood niet het einde is. Is moeilijk doen. Maar voor Jezus was de dood niet een finaliteit. Voor Jairus was de dood onomkeerbaar. En Jezus ziet het als een kans om opnieuw te beginnen. Welk nieuw begin heb jij nodig vandaag? Voel je je vast in de situatie waar dat de dood de enige optie lijkt? Of misschien voel jij je gewoon kapot en dood? Zit jij met gedachten dat je niet weet welke kant dat je op kunt? Vind jij dat een oplossing voor je situatie compleet onmogelijk is? Jezus keek naar de zekerheid van de dood en hij zei, sta op. En de dood kon hem niet tegenhouden. Deze week gaan wij dingen tegenkomen die ons onmogelijk lijken. Wij gaan stemmen horen die ons zeggen dat we te laat zijn en dat er niets meer aan onze situatie te doen is. Maar ik wil jullie uitnodigen, uitdagen, om niet naar die stemmen te luisteren, maar om naar Jezus te luisteren die zegt, wees niet bang, blijf geloven. Hou daaraan vast. Wij hebben een meester, een heer, een leraar die wij volgen, die de dood de baas is. En dat geeft hoop. Misschien zit je vast, maar hij kan ons helpen wanneer dat wij hem volgen, wanneer dat wij op hem vertrouwen. We hoeven hem niet meer in vraag te stellen, maar we kunnen erop rekenen dat hij de moeite zal doen om ons uit de nood te helpen. Laten we hem vragen om hulp samen. Laten we bidden. Lieve hemels god en vader, we geven toe. Wij weten niet altijd wat we moeten denken. En soms denken we dat we u niet mogen lastigvallen. Soms denken we dat onze zonde te groot is, of dat onze pijn te groot is, of dat de situatie te laat is. Dat u te laat bent gekomen in ons leven op een bepaald moment. Maar, Heer, hier zien we dat de dood niet eens het einde hoeft te zijn u redt. U helpt een twaalfjarig meisje, u helpt een vrouw die al twaalf jaar pijn had. En Heer, vandaag geloven wij dat u ons kan helpen in onze situatie. Heer, geef ons hoop voor vandaag. We vragen om uw leiding deze week. Dat wij niet hopeloos zullen zijn, maar dat we vol van uw um, vertrouwen zullen leven. Heer, we danken u voor een verhaal over Uw kracht en dat wij op Uw kracht kunnen steunen vandaag. Want wij zijn niet genoeg, maar U bent genoeg. Dank U Heer. In Jezus' naam bidden we. Amen.